interessant. Ja. Mooie dieren, hè? Ja. Wat heb jij nou gedaan? Ik heb hem rechtop gezet. Ik ga zo naar de beestjes kijken. De moeder is meteen in paniek, zie je zelf, zit in een restaurant. Ben je gewend? Nee, dat ben je niet gewend. Goed, 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 goed. Lieve vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hierop. Good Life! Ja, dat kan niet kort, dat kan beter. Lieve vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hierop. Good Life! Dat kan enthousiaster. Lieve vrienden, welkom bij... Good Life! Good Life! Dat kan harder. Lieve vrienden, welkom bij... Good Life! Ja, welkom bij Good Life. We zijn vandaag bij Delta Park, deeltje Jans. En daar gaan we lekker veel plezier maken vandaag. Jason, wat doe jij nou? Jason, slimmerik. Je bent het kind vergeten, die moet nog mee. Oh, jammer! Dit is Zeeland. Dat is Zeeland, heel goed. Dat zijn alle grote rivieren van Nederland, hè? En waar wonen jullie? Nee, dat is Duitsland. Goed, daar zo, Limburg. Zuidelijk. Dit is Sittard, een beetje Born. Zie je daar? Dus welke rivier is dit? De Maas. De Maas. Heel goed, ja. Dit zijn de deltawerken, herken je het al? Ja. Want waar zijn we net overheen gereden? Over de deltawerken. We zijn over de deltawerken die ingekomen. Stel voor een stormopkomst is dat de water dan niet over het land heen gaat. Juist. Ga even kijken hoe dat werkt. Daar hebben ze hele maquettes ervan gemaakt. Dat rood is gewoon het water. Ja. En nu, daarom staat hij niet open. Want het groene, dat is de storm. Ja. En dan sluit ze hem, hè, want dat is de werking. Ja. Het zijn eigenlijk gewoon de grote zware deuren die naar beneden zakken als de storm op komst is. Ja. En dan houden ze de storm tegen en dan loopt er niks meer onder water. Precies dezelfde principe. Ja, inderdaad. Kijk, als daar water doorheen komt, als er een storm is, gaat die daar dicht. Die zijn ook dicht. En maar die open. Ja, die gaat ook dicht. Als er echt storm is, gaan ze allemaal dicht. Maar stel voor, dit is toch even een stukje, stel voor geen storm is, dan staat die open. Nee, hier niet, vind ik het ook reuze interessant. Dus kijk wel. Kijk, heb het over jou. Wat lijkt als je nu naar het strand gaat. Ja, maar dit is eigenlijk ook een strand. Hier achter ligt het strand, jong. Oh, er zit ook echt geen strand. We zitten echt aan de zee. We gaan een quizje doen. Wat eet een zeehond? Een vis. Nee, een vis. De zeehond heeft verschillende soorten vis en inktvis. Heel goed. Hoeveel soorten zeehonden zijn er? Zes of zoiets. 28 soorten. Hoe snel kan een zeehond zwemmen? Heel snel. Ja, goed antwoord. Iets 20 km per uur of 30. Ik denk 40 km per uur. 35 kilometer per uur. Ik zei 30 of 20. Hoe lang kan een zeeland onder water blijven? Maar ik was het niet. Heel lang. 10 seconden, ja. 20 of 30. 30 minuten. Ik zat best op. Wat voor geluid maakt een zeehond? Bulletgeluid. Nee, niet zo'n geluid. Bulletgeluid. Doe maar eens naar dan. Bulletgeluid. Ja, doe maar na. Ze maken een brullend geluid. Heel goed. Hoeveel jongen krijgt een zeehond? Oh. Eentje of twee. Nou, heb jij gespiekt natuurlijk. Nee, vier volgens mij. Eén of twee. Kijk, op de twee gaat er meestal van dood. Oké. Ik zei één of twee. Ja, klopt. Als ze er twee krijgen, gaan ze er meestal één van dood. Nou, dat is zielig. Ik zou een pup noemen, maar ik dacht een pup alleen mijn hond was. Ja, dat is toch een zeehond. Ja, dat is waar, maar dan in de zee. Ik vind het echt horrible. Ja, leerzaam, hè, hier. Dit is Jaden en ik ben boos. En ik ben moe. Jennetje. Ja, je bent moe. Ja, was een beetje geïrriteerd dat het doorliep, hè? Maar Jalen is moe. Maar Jalen, zoals iedereen onderhand wel weet, is geopereerd aan zijn knietjes. En dat is wel goed gegaan. Alleen, dit zijn wel zware dagen. Ik heb expres voor gekozen om geen rolstoel mee te nemen. Dat had ik op de kermis ook niet gedaan. Maar dan zie je toch dat hij de hele dag toch niet redt. Maar ja, we hebben de tijd. Dus we blijven wel even wachten. Dat je een beetje op kracht bent gekomen, dan kunnen we verder. Hij heeft een flinke jaap in zijn knie.
Je ziet ook, die knieën die zijn iets anders dan... Ja, ik zal mijn knieën ook niet laten zien, want die zijn ook anders. De knieën van Patty die zitten verborgen. Maar in principe... Oh, de knieën van Jason. Kom jij eens hier met je knieën, Jason. Hey, jij hebt normale knieën. Ik heb normale knieën. Ga jij zitten. Kijk, hij heeft normale knieën. Strek eens. Kijk, dit is de knieschijf en die zit gewoon er bovenop. En bij Jadentje, hier zijn de knieën al wat dikker. Het staat een beetje scheef. Misschien moet je een beetje vasthouden. Ja, zie je? Die knieschijf staat een beetje anders. En bij papa, kijk, is ook geopereerd. Hier ligt de knieschijf en die ligt ook niet helemaal rechtop. Zie je, die is ook een beetje scheef, papa. Hier ook. Ik kan de split bijna. En hier heb ik een andere operatie gehad. Zie je, kijk, hier heb ik een ander litteken, een andere operatie. Ik zit vol met de littekens. Ja. Ik kan de split bijna doen. Ja, doe eens. Oh, dat is zo raar. Oké, we gaan Jason helpen met het laatste stukje. Nee. Ik vind het al knap dat jij dat kan. Dit. Ja, vind ik al knap, dat lukt mij al niet. Jaden, nu jouw turn. Nee joh, natuurlijk niet. Dat ken je niet. Ja. Kijk, hij loopt alweer. Bed, je haar danst. Ja. Vind je dit nog leuk? Kijken. Vind... Ja, ze vindt het fantastisch. Het kletsen. Wat heb jij nou gedaan? Ja, ik heb Jindy rechtop gezet. Ik ga ook naar de beestjes kijken. Ach, Jindy. Ja, Jindy hoort er ook bij. Ja. Dat kind er iets aan heeft. Nee, maar... Moeder vindt het veel leuker. Mooi, hè? Ze bijt, hè? Nee. Ik ga dat ding niet aanraken. Jij wel? Nee. Papa, je moet die ding aanraken. Hier die, die kan je aaien. Hier, hè? Neem dat als een aaien. Oh, ik heb een aangeraakt. En hoe voelt die? Glibberig, hè? Ben je erbij? Door zo'n beestje is een of andere man dood gegaan door zijn rog. Hè? Ja. Kijk, meisje is niet bang. Ik niet. Ik wil kijken. Sophie, je kan met de hand. Kom maar. Heel ja, glimmerig. Glimmerig is hij, hè? Hij komt er naar voren. Nee, maar hij wil gewoon geaaid worden. Zie je dat? Die voelt juist een beetje aaien. Ja, lief, hè? Hier zijn hachten, die haaien. Nou zijn pas de haaien. Ik heb het niet. Kijk, ze zijn naar voren. Ja, ze zijn niet bang. Ze zijn totaal niet schuw. Zo lief. Deze haaien zijn maar gewoon in de Noordzee, hè? Dat zijn altijd kleine haaien. Ja, die kun je gewoon tegenkomen als je in het water springt, hè? Ja, als ik hier in het water springt. Nee, maar ook buiten in het water springt. Die zwemmen in de Noordzee. Hè? Ja. 10 kleine visjes die zwommen naar de zee. Moeder zei, ik ga niet mee. Ik blijf liever in die visjouwe sloot in de zee. Zwemmen haaien, die bijt je. Blup, blup. Blep, 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 blep. Kijk er ook uit. Mooi, hè? Ik zou niet de rode zwempeltje gaan aandoen. Hoezo niet? Omdat voor hen lijkt dat misschien als bloed. Bloed? Ja. Hou ik dan misschien dat je het ziet als een stier, dat een rode lap, dat het zo... Oh nee, stieren zijn de kleurenblind. Dus ze komen alleen maar op die doeken af, omdat ze er heel veel mee heen gaan. Dus. En wapperen, ja. Ja, ze komen daar op af qua beweging. Maar jij denkt dat ze de kleur zien als bloed. Er gaan mensen daar met zwembroeken en bikinis en badpakjes. Voor mij gaan die daar voeren, die gaan het water in. Ga je stokje met eten. En dan de eerste beste vis die het hapt, die heeft het. Waar was dat de foto? Kijk, zie je? De andere kant van die vis is bloed. Ja. Dat is bloed. Hoe dan? Ja, misschien zit er nog een beetje bloed in. Dat kan toch? Sorry, ik heb een hele stik op. Hi. Ja, we gaan er vandoor. Hi. Janetje was weer moe, dus we hebben hem even op de kinderwagen geladen. Kan hij zo mee, hè? Ja, wij beginnen eigenlijk elke dag met een medische controle. Zo kunnen wij de dieren even goed van top tot fin gaan bekijken. Is het interessant? Om zich heen, ja. Of misschien een andere wereld in de buurt. Ja. Of misschien wel een vijand.
Het is duidelijk te zien dat allebei de dieren in dierenparken zijn geboren. Ja, de zeehonden, zij poetsen hun tanden niet. Wij poetsen allemaal netjes onder de domste tanden. Maar de zeehonden die doen dat niet. Dus je ziet die glazuurlaag nog heel goed zitten. Waardoor ze dus gelige tandjes hebben. 24 jaar oud en hij komt zo meteen op de zijkant. Komt hij wel maar even netjes gedag zeggen. Ik ga van de glijbaan af. Waterglijbaan. In dat bootje. Dan gaat hij, de kleine Extreme Rider. Daar komt hij. Daar ga ik dan. Was dit alweer? Koud? Nee, ik heb het heel warm. Uitgezwommen? Ja. Heb je die koud? Nee. Mooi. Aan alles komt een eind. We gaan nu richting de uitgang. Heb je nog koud? Nee. Volg mij? Ja. Wat een bikkel is het er ook, hè mensen. Dankjewel voor de onride, jong. Geen probleem. Zwemtas stond er nog van gisteren in, dus je hebt geluk. We hebben een handdoek. Schone kleding ligt achter je. Dus succes. Kijk, dat is makkelijk, hè? Ja. Gewoon een rijdbare kleedhok. Ja. Dus als hij klaar is, kun jij het doen. Hey, het is gewoon hetzelfde wat je de hele dag al aan had. Ja. Mijn ex koopt altijd 10 dezelfde kledingstukken. Dus om dit check heeft hij geloof ik nog 2. Maar dat maakt niet uit, het is weer droog. Kinderen! Ja? Er is toevallig kermis hier in de buurt. Hebben jullie zin om daar naartoe te gaan? Ja. Heb jij zin om daar naartoe te gaan? Ja, ik ga maar mee voor de gezelligheid. Nou, wat aardig. Ja, dan zou ik weer lopen in huis. Ja, toch mee. Ik zit toch in de auto. Jeetje, wat een kanon heb jij, jongen. Ja. Dan zijn we in een mooie goes aangekomen. Wat gaan we hier doen? Eten. Lekker eten, hè? Lekker eten. Tenminste, nog maar afwachten wat lekker eten is. Ja. Ja, dit is de Wendy, geloof ik, hoor. Ja, Wendy's. Ken je dat verhaal niet? Nee. In Amerika heb je een heel groot bedrijf dat heet Wendy's. Die willen graag hier naar Nederland komen. Alleen de naam mogen ze niet gebruiken. Omdat deze snackbar, geloof ik, is het, hier zit. En die heeft patent op de naam. Dus dat grote bedrijf uit Amerika kan hier niet huisvesten onder de naam Wendy's. Oh, zo. Ja, voor mij is dat deze. Ja, het is wel grappig. Klopt wat ik zeg. Snackbar Wendy's Goes houdt al 17 jaar Amerikaanse hamburgerrand tegen. Ja. Ja, vind ik leuk dat ze verhaald is. Ja, dus daar even. Hey, de kermis. Normaal gezien zou ik een reviewtje draaien, maar ik heb zoveel kermis gereviewd dit jaar. We maken een reviewtje hiervan. Hè. Dus deze beelden zijn exclusief hier alleen op Koetluik. Ja. Dus wat moeten mensen? Like en abonneren. Ja, die staan. Moeders meteen in paniek. Tientje, ze zit in een restaurant. Ben je die gewend, hè? Nee, dat ben je niet gewend. Wij zijn erg honger, we zijn wat laat. Oh, die nou. Je honger is in het begin. Geen internet hier. Oh, nee. Nou, zo, geen internet. Stress, paniek. Maakt niet uit. Ben jij het uit je hand aan het leren of zo? Het is weer toetsen wat jij aan het maken bent. Ik weet wat ik wil. Ja? Mooi. Friet, mag ik biefstuk en kindermenu? Wat denk je zelf? Een biefstuk en een kindermenu. Is het een kindermenu? Is een biefstuk sowieso voor jou niet een beetje taai? Nee. Lust je dat? Ja. Nou, hebben ze dan hier 100 gram biefstuk van een kindermenu. Ik heb ook een kindermenu. Die wordt al wat stiller, die wordt al wat hoort. Ja, heel sterk bij. Moeder is al wat relaxer. En deze voer ik dadelijk. Voor mezelf. Nou, dan ken je dat al. Grote jongen. Kijk, ze lag weer. Met de moeder, hè. Kijk, dit is het deltawerk. En als er een storm op ons is, nu ligt het stil. Ja. Maar als zo dit gebeurt, dan gaat het zo naar beneden en wordt het tegen afgelopen. Jij leert echt snel, hè. De fantasierijk ook. Voor mij is het gewoon een glas cola. Ja, maar we doen net. Hier moet je fantasie gebruiken. Helemaal klaar. Dan ben jij nog eten. Ja, ik wil het.
Jay zit onder, ze is al aan het soepje. Lekker? Papa. Ja. Is dat blijkbaar een kindermenu, maar meneer lust het niet. Wil je niet zo gevaarlijk met die messen? Waarom eet je je soep niet op? We zijn hier katana. Omdat ik het niet lust. Ah, jullie hebben niet eens geprobeerd. Maar ik lust het niet. Dat weet je niet, je hebt niet geprobeerd. Wat ben jij aan het doen dan? Ik wil zeggen smakelijk eten mee, met alles over eraf aan het gooien. Smakelijk eten, hè? Smakelijk eten. Ik ben benieuwd. Smaakt je? Oh, je hebt al geproefd. Smaakt je? Ik heb zelf een tornadeutje. Tornadeu, lust je dat ook? Heel lekker, hè? Heel een stukje duurder. Huilen. Ik sta door de helft, iedere helft. Ja, de helft voor jou, de helft voor mij. Is dat een deal? Vind je jezelf zo interessant, jong? Ja. Ga eens eten. Doen we thuis niet het dadelijk, een spiegel bij de tafel. Het ruikt ook heel vreemd. Vroeger lukte dat wel, toen waren ze kleiner en zwakker. Dat duurde ze zo erin, maar nu krijg je wat spieren, jongen. Jammer. We hebben een start! Ah ja, en deze is mijn vader citroen. Die. Zie je het? Die. Oeh, ik heb bijna zo te pakken. Laat je mijn benen. Moet je kijken erin. Nee, helemaal aan de onderkant. Moet je echt aan de onderkant kijken. Ik trap gewoon. Daarom ook naar jou toe. Ja, dat snap ik. Nou, smakelijk eten, jong. Wie wil het rondje? Ja, doe maar. Lekker. Ik kan van jou een eenhoorn maken. Zal ik dat doen? Nee. Maak van jou een eenhoorn. Ja, precies. Eekhoorn! Nee, eenhoorn. Ja, lekker, jong. Eekhoorn! Lekker munt. Nu heb een doekje hier afgeven, die spreek. Dat was lekker, het ijsje. Kom, hou de kermis op. Wil jij de breakdance? Ja, ze lacht. Ze wil wel. Oh, lacht ze altijd bij jou. Hier is ik een spinnen. Ja! Voor de mensen die voor het eerst zien spinnen is dat je met de gondel in de breakdance achter elkaar rond blijft draaien. Dat is een trucje wat je jezelf kan leren. Moet jij ook naar leren? Laatste plaats, zeker nog bij, komt u maar. Wat zie ik nou? Het is een jeugdpuisje. Oh, het is een jeugdpuisje. Jeugdpuisje? Ja, was echt een oh, dat was echt de eerste jeugdpuisje. Oh, je wordt echt een pubertje. Oh. Heeft hij nog een duwtje? Ja, extra duwtje. Daar gaat hij. Nog sneller. Alright, around we go. Rapido, steeds een beetje mee. Dan komt hij. Hoppa! Spinning around, hou je wel goed vast, hè? Hou het rechter. Hou je goed vast. Dat bedoel ik dus. Dit is geen kindercarousel, hè? Dus zou je zo vasthouden, dan druk ik in de stoel. Is dat goed? Ja. Oké. Okay. Ja, we zijn zover. De motielanden. We gaan schakelen met de motoren. We gaan alles geven. Vooral bij de kerk is heel mooi. Ga je nou in je cultuur letten, joh?
dat is zo mooi. En die wil dit spelen. Oh, bijna 100. Nog een 100. Goed in de midden, hè? Ja. Ah, ja, die krijg je terug. Niet zo hard gooien, minder hard gooien. Die was goed. Beentjes, hier. Trektouwtjes. Allemaal trektouwtjes. Nou, mooi. Ben je blij? Ja. Gaan jullie de vlog afsluiten, want we gaan naar huis. Vind je het een leuke video? Doe een like. Vergeet niet op het belletje te klikken, want dan mis je nooit meer een video. Later! Dit is alweer het einde van deze vlog. Abonneer je nu op dit fantastische kanaal van Koert Live. Tot de volgende keer.